pak jouw telefoon, open het gesprek op WhatsApp even dat je hebt met Coco. Wil je niet naar mijn historie gaan? Nee, dat ga ik niet doen. Laten we dat even vertrouwen, ik ga niet in andere appjes kijken. Ik open ook het gesprek met Coco. Ik geef mijn telefoon aan die van jou. Jij geeft die van jou aan mij. Ja. En ik ga wat naar de baas sturen, namens jou dus. En jij mag op mijn telefoon ook wat naar de baas sturen. Dan gaan we straks even kijken wat we gestuurd hebben. Ik heb hem al zweethanden nu al. Mag jij ook sturen? Oké, dan stuur ik ook wat. Okay. Nu, gaan we dat nu sturen meteen? Ja, ik ga nu wel sturen. Dan gaan we straks even kijken wat... wat er op een gast reactie over... Lietse zit helemaal te glunderen. Ja. Jeetje, oh ja. Ja. Het is een lang verhaal. Ja, schiet even op. Ja, ik heb hem. Ja, oké, versturen. 3, 2, 1 versturen. Ja, heb je verstuurd? Ja. Ik ook. Wat heb jij geschreven? Ik ben klaar met het vroege opstaan. Ik ga naar Q. Kijk of je ruzie hebt. Steeds online. Jij, wat heb jij gezegd? Leuke meeting gisteren. Wil je de volgende keer misschien Deo opdoen? Wie is er vanmorgen ontzettend kut wakker geworden? De horeca? Nee. Oh, sorry. Nou ja, ook sowieso. De cultuursector? Ook. Nee, maar Ernst Kuipers. Oh, ja. Die heeft de eerste week die baan. En die moet vanavond moet die de planken op, weet je wel, voor het eerst. Oh, plankenkoorts. Die denkt, wat heb ik gedaan? Die mag vanavond alles gaan uitleggen. En weet je wie er nu al straalbezopen is? Ja, Hugo de Jonge. 100%! Ja. Die denkt, zit met een biertje klaar? Nou, succes, pik. Zet hem op. Hey. Die legt een spiegeltje neer zo, denk ik. Goed, nou, hoor. Hey. Ik zit er toch voor de balans hier. Ja. Jij stuurde naar onze baas Coco. Leuke meeting gisteren. Wil je de volgende keer misschien Deo opdoen? Namens mij, hè? Dat stuur ik dan naar de baas. En, wat heeft ze gereageerd? Als jij dan je tanden poetst, kunnen we erover praten. Ja, en jij hebt namens mij gestuurd. Ik ben klaar met dat vroege opstaan. Ik ga naar Q. En toen heeft zij gereageerd. Wil jij heel even tegen Klaas zeggen dat zijn vakantieaanvraag afgekeurd is? Wat gebeurt er als je 80.000 singles van iets verkoopt? Weet je dat of niet? Nee, ik weet wel, 8,6 streams. 8,6 miljoen streams is goud. Ja. En 17,2 is platinum. Ja, dat is inderdaad de streams. En als je er dus 80.000 van verkoopt, dan heb je ook platinum. Ja. Flemming? Je hebt hem, hè? Ja. Ah, nee, niet. Wat lijf! Komt er heel veel naar je toe. Ik heb hem hier. Ja, je hebt hem in je handen? Ik heb hem in mijn handen. Spannend. Ik ga heel veel naar je toe. Wow, fiets! Wat doe jij? Schuipelde. Ik ben goed verzekerd, gelukkig. Ik struikelde. Ah, nee. Dit was het moment. Ik struikelde. Er is overal glaslichter. Flemming, sorry. Ik heb je plaat in uw plaat. Ah, die drugs is nog eentje, joh. Maar niet. Nee. Oh, fuck. Hoe kan dat nou? Overal glas. Ja, moet je kijken, de hele band. Kijk eens. Ja, oh, shit. Het was een andere plaat. Gefeliciteerd voor Amsterdam, een plaat in een plaat. Jeetje, man. De handdoek, daar ben ik vrij makkelijk in. Daar doe ik heel lang over. Daar hangt bij mij rustig 1,5, 2 weken hangt het handdoek. Ja, je bent zeg maar eigenlijk ook erg makkelijk met de handdoek. Niet, nee, rustig aan, joh. Niet een tegen de... Ja, maar ik ben een hygiënisch jongen. Ik hou van een schoon huis. Maar ik denk, ja, je komt schoon de douche uit. Ik doe even zo, hup, en ik hang er weer over het verwarmingkie. Maar je droogt toch ook het onderkantje af? Ja, maar dat onderkantje is toch ook schoon? Ja, dan ik ga niet zoals jij helemaal door die anus heen roeren om... Jij laat de bilspleet gewoon, laat je lekker... Nee, maar... dat wapper je lekker droog. Die anus roeren. Ja, nee, maar ik ken Sander, die gaat helemaal zo dat even lekker... Ja, je moet toch even... Je moet ook vind ik ook een goede vraag. Ja. Droog je dus de anus na het douchen, ja of nee? Nou, ik niet hoor, sorry. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. De anus... Nee, want dan moet ik elke dag de handdoek in de was doen, kan ik je vertellen. Ja hoor. Nee, maar je doet je billetjes schoon en dat is mooi. Maar je gaat toch niet dat helemaal opengooien en... Ik ben een harig mens. Kijk, en het gaat mij te ver om de anus te waksen, weet je wel. Ja, ik ben gewoon een keer over 45. Oh. Dus het is weer etenstijd, hè? Ik ben geen Braziliaans topmodel. Maar goed, ja, dan het is... Laat ik zo zeggen, ik heb ooit bijna een hoofdrol gehad in een musical. Namelijk als Liaan in Tarzan. Het is daar wat hariger. Ja, dan kan ik wel wassen met... Ja, je neemt wel even de bilspleet mee, maar... Je komt er niet doorheen. Onverhoed blijft er nog wel eens een tarreltje aan zitten. Ja. Ah, nee, Sander, dat vind ik echt heel onsmakelijk ook. Ja, nou, jij begint erover. Nee, helemaal niet. Jij zegt gewoon hier over de bilspleet. Ja. Jij nam de bilspleet als eerste in de mond. Nee. Nee, ja. Nou, stel hem afronden maar. Nee, en jij Jo. Wat wil je weten? Hoe vaak, de anus? Droog jij de anus? Ik droog de anus, ja. Ja. Echt? Ja, natuurlijk. Ja. Jij hebt een dolfijnanus. Ja. Ik ben eens, jij droogt je anus? Ja, ja, waarom niet? Ja. Als we nou geen radioding winnen, weet ik het niet meer. Nipkoff schrijft, het komt allemaal ons toe. Ja, jullie doen het dus uit angst. Waarom niet? Ja. Nee, luister. Ik zorg dat hij in het douche gewoon keurig schoon is. Maar als je... Nee, nu gaan we ook man en paard doen. Maar als jij je anus droogt, betekent dan dat die billetjes uit elkaar moeten. Dat die handdoek er langs moet. Ja, dan gebruik je hem als een soort toiletpapier, die handdoek. Ja, dat is wat het is, ja. Nou, dan zou ik hem iedere dag vervangen, ja. Zij heeft natuurlijk... Er zit geen haar op die anus. Dat weet jij helemaal niet. Nou, dat deed een beetje vrouw als... Er heeft geen haar op de anus. Ik vind dit een heel ongemakkelijk gesprek worden. Heb je wel eens een meisje gebept? Nee, is er nog nooit voorgekomen. Dat je zo uitzicht had op de anus, dat er nog een stukje wc-papier aan kleeft. Hier trek ik de grens. Okay. Het laatste rondje. Ik bied mijn excuses aan voor dit programma. Nu we gaan een spelletje spelen. 3 vragen over het nieuws van afgelopen weekend. Kijk hoe ver je komt. En heb je 2 van de 3 goed, dan ga je er vandoor met prijs. Dieren is opgeschrikt door een opmerkelijke vondst in het plantsoen. Wat werd daar gevonden? A. Een kunstgebit van een vrouw uit het lokale bejaardentehuis. B. Een granaat uit de Tweede Wereldoorlog. Of C. Stukjes worst met spijkers erin. Oeh, dan ga ik voor A. Jij gaat voor A. Dat is niet goed. Oh, wil jij het antwoord geven? Zie je, dat is de rolverdeling. Ja, dit vind ik hele goeie. Ik dacht, ik ga nu de duiding geven bij het verhaal. Dus mag ik zeggen dat het fout is? Ja, fout. Het spijt me. Het antwoord was C. Het gaat om stukjes worst met spijkers erin. En er is een hond ook gewond geraakt die geopereerd moet worden. Gewoon een dierenhater. In dieren. Dat is niet leuk. In dieren een dierenhater. Een politieagent in Nuland die kreeg een mysterieuze melding over de lokale kerk daar. Er was namelijk ingebroken. Wat trof hij aan? A. De priester die dronken op het altaar in slaap was gevallen. B. Kerkmuziek. Oh, sorry, ja, dat ben jij dan weer. Hè? Nee, ik dacht door de suggesties. Oh, sorry. Ja, je gaat het dus helemaal... Ik dacht dat ik door de suggesties. Wat een zooitje. Maar B. Kerkmuziek dat aanstond. Of C. Een aanstond. Niet dat, die. Ja, ik lees het gewoon voor. Maar dat is verkeerd gespeld. Dit heeft hem voor Dit heeft Joris gedaan. Luc, gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Hey.